And that series is the series of faith. Het gaat om een serie omtrent geloof. We are talking about the Adam and the defiant faith. Looking at the five characteristics of stubborn, defiant Adam and faith. We zijn aan het kijken naar de vijf karakteristieken van standvastig geloof. That's what we've been dealing with. Dat is datgene wat we daarmee bezig zijn. And we took our text from Hebrews chapter 1, chapter 11, verse 1. En we hebben dan de geschriften vanuit Hebreeën hoofdstuk 11 vanaf vers 1 genomen. Hebrews chapter 11, verse 1. Hebreeën hoofdstuk 11 vanaf vers 1. Hebrews 11, verse 1. Hebreeën 11, vers 1. Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. When you look at this English, we call it tautology. It doesn't make sense. Hebben we het over tautologie, dan heeft het dan geen zin. He says, now faith is the substance of things hoped for. Substance, that means it's tangible. Het is de zekerheid, je kan het aanraken. But he said that it's things we are hoping for. Maar het zegt dan ook aan de andere kant, het is datgene wat je dan verhoopt. And then the B part of it says the evidence of things not seen. En het tweede deel zegt dus het bewijs van de dingen die je niet kan zien. What you did not see. Wat je niet kunt zien. But it's substantial. Maar dat je kunt, het is, je kan het vasthouden. Faith. Dat is het geloof. Now. Nu. It's the substance of things hoped for. Is de zekerheid de dingen die wij hopen. Things you hope for. De dingen die je hoopt. Becomes real. Die worden echt. Before you. Voor jou. Before you ever see it. Voordat je het kunt zien. And then you have the evidence in your mind. En je hebt de zekerheid in je gedachten. You have the evidence in what you say. Je hebt de zekerheid in datgene wat je zegt. And what you do. En datgene wat je doet. And what you believe. En datgene wat je gelooft. That is what we call faith. Dat noemen wij geloof. Evidence. Het is de zekerheid. Bewijs. And when you talk. En als jij praat. People will say, where is it? Dan zullen mensen zich afvragen, maar waar is dat? You tell them it's faith. En je zegt tegen hen, dat is het geloof. What this scripture is teaching us. Wat deze geschriften ons leert. Is very simple. Het is zeer simpel. That you can never have anything. Dat je dan niks ooit kunt verkrijgen. Except you have built a picture of it in your mind. Tenzij je dan de afbeelding in je gedachten hebt gecreëerd. And you hold on to that picture. En dat je je vasthoudt aan die foto. And you hold it on. En je houdt het vast. Until you get it. Totdat je het verkrijgt. It's a very big secret there. Het is een geheim daarin. That you cannot have anything. Dat je niks kunt hebben. Until you are able to create a picture in your mind. Totdat je dan in staat bent om dan de afbeelding in je gedachten. And as you hold that picture. En als je dan die afbeelding vasthoudt. When it manifests. Wanneer het zich manifesteert. You will know that you know. Dan zul je dan zeker weten. That is the picture you built. Dat de afbeelding is die jij dan in gedachten hebt. It does not happen by chance. Het gebeurt niet dan niet door een kans. Oh yeah, you need to another level now. Ik neem je dan nu naar een ander niveau. No, but I give you an example. If somebody wants to build a house. Als iemand dan een huis wil bouwen. You create a picture in your mind. Dan heb je dan al de foto, de afbeelding in je gedachten. That's faith. Dat is het geloof. Do you have a house? Heb je dan het huis? No. Nee. But you want to build one. Maar je wil het huis gaan bouwen. Or you want to buy one. Of je wil eentje kopen. And you have the specifications in your mind. En dan heb je dan al de specificeringen in jouw gedachten. So when the makelaar takes you to a house. Dus als de makelaar jou ergens meeneemt om te kijken. And you look. En je kijkt rond. You look around. Je kijkt rond. You look at the price. En dan kijk je dan naar de kosten. You say, this beauty is more. Dan zeg je van, dit is dan heel mooi. It is beautiful. The price is good. The price is good. The cameras are heel mooi. The bedrooms die are okay. The tuin is good. The garden is very nice. It's a new house. It is a new home. But this is not what it will. But it is not that the thing that I want. Very good. I'm confusing now. Amen. This is not what I want. Dit is niet wat ik wil. And the makelaar is like. En de makelaar die kijkt jou aan.
How? Who? Yeah. You know what? Weet je waarom? The picture you have. Afbeelding die jij hebt. Does not match what you have seen. Het matcht niet met datgene wat je ziet. So there is no substance. Dus er is geen substantie. That's fair. Dat is het geloof. You have to create it. Je moet het creëren. In your mind. In je gedachten. And believe it. En het geloven. Stubbornly. Koppig. People will laugh at you. Mensen die zullen jou uitlachen. They'll make fun of you. Zullen jou misschien dan grapjes uithalen. But it will happen. Maar het zal gebeuren. Amen. Somebody say amen. Amen. Somebody say amen. Amen. I was talking to a pastor yesterday. Ik sprak dan gisteren tot een pastor. He has a church for many years now, but he doesn't have a place yet. Every time he has a place, he closes. Vele jaren dan heeft hij dan een gemeente, maar ze hebben dan geen plek. Elke keer moeten ze dan weer verhuizen. He said one word. En hij zei één woord. And that word I held to it. En dat woord heb ik vastgehouden. He said people have laughed at me. En die zei, mensen hebben mij uitgelachen. People have told him, go and do another thing. En mensen die gingen naar hem toe en die zeiden tegen hem, ga maar iets anders doen. This thing is not working. Dit werkt niet. He said one thing. En hij zei één. He said, I know. En hij zei, ik weet. Touch your neighbor, I know. Hij gaat jou naast staan en zegt, ik weet. Look, he has no place there. Hij heeft geen plaats. He told me many contracts he signed and how God helped him to get out of the contract. Because he couldn't pay. Vele contracten heeft hij dan ondertekend en God heeft hem geholpen om daaruit te stappen omdat hij dan niet kon betalen. And he told me other private things and now he said, I know. En nu zegt hij tegen mij, ik weet. Amen. And I tie my faith in him. En ik heb dan mijn geloof vastgehouden. He said, I know. Ik weet. That one day. Dat op een dag. I will build an altar. Ik zal een altaar bouwen. For God. I will continue to talk to people about Jesus. Ik zal dan doorgaan om mensen te spreken aan te spreken over Jezus. I will still continue to be talking to people. Ik zal nog steeds doorgaan met mensen. But I know. Maar ik weet. That I know. Dat ik weet. The God I serve. De God die ik dien. And one day. En op een dag. I will build him an altar. Dan zal ik voor hem een altaar bouwen. That's faith. Dat is geloof. He has a picture. Hij heeft een afbeelding. He has a picture. Hij heeft een afbeelding. All the things that happened to him. Al die dingen die met hem gebeurd zijn. Did not destroy the picture. Die Amen. Hebben dan die afbeelding niet vernietigd. Amen. I've been saying many things about this church. Ik heb vele dingen gezegd over deze kerk. Watch, you will see it. Amen. Amen. Je zal het zien. If you are doing anything, people don't make fun of you. I'm not starting. Als je daar iets aan het doen bent en mensen die maken geen grapjes daarover, dan ben je dan niet eens begonnen. Do you know how many we shall see have heard? Weet je hoeveel keer dat ze het zien? Ik heb gehoord. They look at you and say you. Ze kijken naar jou en zeggen jij. We shall see. We zullen het zien. Are we not here? Zijn we dan niet hier? We are not going anywhere now. We gaan dan nergens heen. We zullen het zien. Not gossip direct then. Dat is dan geen roddel, ze zeggen het gewoon zo. If you hear from gossip, it feels different, but this one is see me, see you, I'm not afraid of. Als het als roddel aankomt, dan voelt het anders aan, maar dit is dan echt. And when you start, they'll say it's not the starting that matters. En als het eenmaal begint, dan zeggen ze dan ook, nou het gaat dan niet om. And it begins to go good, they'll say, ah, many people did it before. En dan zullen ze zeggen, oh, vele mensen die hebben het ook gedaan. Lift up your hand and say, as the Lord liveth. As the Lord liveth. Sing like you're a Christian. As the Lord liveth. As the Lord liveth. My faith. My faith. Shall not fail. Shall not fail. Amen. Amen. The Bible says, as a man thinketh in his heart. As a man thinketh. Not as people think about you. As a man thinketh, not as people think about you. As a man thinketh, not as your sister think about you. As a man thinketh, not as a church member think about you.
shall be. That has overcome the world. Our faith. Amen.
Faith overcomes the world. Geloof overwint de wereld. Faith het geloof overcomes the what? The world. Overwint het de wereld. Faith is the key to victory. Het geloof is de sleutel naar de overwinning. Whatever is born of God overcomes the world. You are born of God. Ja, je bent uit God geboren. Because you are born again. Want je bent wederom geboren. So you overcome the world. Dus jij overwint de wereld. And this is the victory. En dit is de overwinning. That has overcome the world. And what is that victory? En wat is dan die overwinning? Our faith. Ons geloof. Faith is the key to victory. Het geloof is de sleutel naar overwinning. Faith is what makes you see what you are seeing. When everything around you is speaking something different. Geloof is hetgene dat maakt dat jij dan nog steeds vasthoudt, terwijl alles om je heen het tegenovergestelde laat zien. Because you have victory. Omdat jij overwinning hebt. At the end of the day. Aan het eind van de dag. You will have victory. Dan zul je de overwinning hebben. The doctor says no, you won't get better. De artsen die zeggen nee, je zal dan niet beter worden. No, you won't walk again. Je zal dan nooit meer wandelen. No, you can't have baby. Je kan dan geen kinderen krijgen. Your employer says no. En jouw werkgever die zegt nee. You can't have a raise. Je kan dan niet een opslag krijgen. You can't be a manager. Je kan dan geen leidinggevende zijn. I know. En nee. We don't have room for promotion now. We hebben dan geen ruimte voor promotie op dit moment. The world says. En de wereld zegt. No. Nee. You can't enjoy that kind of prosperity. Je kan dan dat soort voorzieningen niet van genieten. Without the right degree. Zonder dan de juiste papieren. You are not from the right tribe. Je komt dan niet vanuit de juiste stam. Your color is not good. Je kleur is niet goed. What do you say? Wat zeg jij dan? You tell the person no. Amen? Jij zegt dan tegen you tell the person okay. What? No. No, I can. Ik kan wel. There is room. Er is wel ruimte. I give you a testimony. If you allow me to share his testimony, my treasurer. De getuigenis van mijn penningmeester. Last year he came to me. He said, Pastor, I said, yes. With very long face. I said, what's the problem? He said, Pastor, I cannot get promotion. En hij zei van, ik kan dan geen promotie krijgen. I said, why? En ik vroeg waarom. He said, I've reached the ladder. En hij zei van, ik ben de top. Ik heb de top bereikt. I've gotten to the top. And they say they are not creating more. En die zeiden van ze dat ze dan geen ruimte meer kunnen geven. And they are even sending people away. En ze sturen mensen weg. I just enjoy the story. Ik genoot dan van het verhaal. Because his faith was not strong that time. Want op dat moment was zijn geloof niet zo sterk. And then he came after a long time. En na een enige tijd. I said, Pastor. En die kwam dan zeggen, Pastor. I said, what? En ik vroeg wat? He said, I'm going for interview. En die zei van, ik ga dan voor een sollicitatie, voor een gesprek. I said, what was the interview? He said, ah, Pastor, you know, the salary has stopped now. That's the level where I can go. I want to look for another job. En die zei van, ik ging dan op zoek naar een andere werk. Do you really like that job? Or is it because, hey, Pastor, let me just try. En die zei, ik ga dan maar proberen. That's okay. Ik zei, oké. Okay. And when he came back, we talked, we were very excited, encouraging him to look for more jobs. And then one day I said, what about if they change that road? He said, I love! And it proved another dog, but what's wrong with us? They already decided. And he said, nee, that is they decided. They can't do that. They kunnen niets doen. I said, what about if they change because of you? And ik vroeg van waarom, wat gebeurde er als ze dan om jouw best wil toch wel de ruimte maken? He began to. Toen bleef hij stil. Let's just pray. En ik zei van laten we dan bidden. Father, change it for him. En ik zei, Vader, verander het voor hem. For his sake. Voor zijn bestwil. Let them change the law. Laten ze dan de regels dan aanpassen. And he came one day. Op een dag. He was laughing. En hij lachte. He said, you don't know what is going on. What is that? You don't know what. He says it's verandered. It is verandered. Amen. Amen. And now you can keep on climbing. Amen. Now lift up your hand and say, Father, I connect to that testimony. I connect to that testimony. Whatever the word has said. Whatever the word has said. Whatever the doctor has said. Whatever the doctor has said. Whatever they said at my work. Whatever they said at my work. Whatever.
veranderen. Your faith can change anything. Je geloof die kan dingen veranderen. If you are ready. Als jij klaar voor bent. But if you are doubt is another weapon the devil uses. Maar als jij twijfel is dan weer een andere wapen die dan de vijand gebruikt. Do you know that doubt has nothing to do with God? Weet je dat twijfel niks met God te maken heeft? Because God has finished it. Want God die heeft het al reeds gedaan. If your faith connect to it, you get it. Als je geloof daar in verbinding komt, dan zul je het verkrijgen. Halleluja. Amen. I just enjoy today. Ik geniet vandaag. Let's go to Mark chapter 10. Let me give you an example. Laten we dan gaan naar Marcus hoofdstuk 10. Of a man who didn't agree with no. Every opportunity you have in life. Elke gelegenheid wat je dan krijgt in het leven. Works in two ways. Het werkt op twee manieren. Faith or failure. Het is falen of het is geloof of falen. If you fear. Als je angstig bent. You fail. Dan zul je falen. But if you have faith. Als je geloof hebt. You get it. Dan zul je het verkrijgen. Ah, pastor, you talk easy. No, pastor, no, je praat de veelste makkelijk. No, I'm not talking easy. Because I know that the very day you say you want to start working on faith, that is the day you get the biggest discouragement of your life. Want ik weet dat de eerste dag waarvan je dan beslissing neemt om in geloof te gaan wandelen, dat is de dag dat je daar echt in grote teleurstellingen zult komen. Please give me from verse 46, if you don't mind. Mark, let me show you somebody who will never agree with no. Touch your neighbor and say, I say no. I say no. Mark chapter 10. Marcus hoofdstuk 10. I mean from verse 46. Vanaf vers 46. Now they came to Jericho. Now they came to Jericho. Jesus is moving. And they came to Jericho, and as he went out of Jericho with his disciples, a great number of people, blind Bartimaeus, the son of Timaeus, sat by the highway side, begging. Lift up your hands and say, Father! Father! Whatever happens, let me never sit by the sideways. Sit by the sideways. Begging. Amen. It was not begging in a church. It was not begging in a supermarket. It was not begging in a very nice place. It was on a highway where vehicles are passing with speed. Hij bedelde daar bij naast de snelweg. Het was er geen mooie plek. That's not a nice place to beg. But dus daar is dan niet een goede plek om dan te beten. And on this day. Maar op deze dag. People were coming in large number. Mensen die kwamen dan in grote aantallen. Begging. En hij was daar in het beten. And when he heard. I like this scripture. He's blind but he can hear. Hij is blind maar hij kan horen. And when he heard that it was Jesus of Nazareth. He began to cry out. That's faith. Faith cries out. Geloof die roept het uit. Faith cries out. Geloof faith does not display timidity. In place of humbleness. Humility is crying out. Nederigheid, dat is aan het uitroepen. Geloof. And say. He was crying and saying something. I think this man must have come from my place. He cried out and said. He was not only crying, he was talking. Hij was huilen en aan het roepen. Jesus, thou son of David, have mercy on me. And many people rushed to him. Many people charged him that he should hold his peace. Shut up, you blind man. But he cried the more. A great deal. Shut up! He said, because I'm not shouting enough, now we shout more. Now watch it. Watch how Bible is written. Not one person. One person is shouting. Eén persoon. And many people rush. En velen die gaan naar hem. Cover him so that Jesus cannot see him and say, keep quiet. Hey, 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 hey.
Amen. I need more than a piece of bread. Amen. The master is here to tell me bread. I want the master. Amen. De meester is hier en hij wil me dan een brood aanbieden. Ik wil de. So we're throwing money. Said no money. I want the master. Ik wil de meester. Thou son of David, have mercy on me. And Jesus stood still. Your crying and speaking must bring God's attention to your matter. Amen. Your huilen en je roepen die moet dan God's aandacht trekken. And commanded him to be called. Oh, lift up your hand and say, Father, Father, I've cried enough. Pastor saw me, would have prayed for me. Velen van ons die zeggen, als pastor mij gezien had, dan zou die dan voor mij gebeden. Yesterday the spirit of God was moving here. En gisteren de geest van God die bewoog hier. Powerfully. Geweldig, krachtig. People, visitors were here. En waren they were drinking the presence. En ze waren dan van de tegenwoordigheid aan het genieten. And then you will see some people say, ah, pastor will come to you. He doesn't collect him still. En dan heb je dan te midden mensen die daar ook zitten en die wachten en die zeggen als God after his ministry. Pastor voor mij wil bidden. If you pray for me something happens, it will be testimony for him, not for me. So I just stay here. Als hij voor mij bidden, for me to get up from my seat and go there, go and put myself down. No. Dat ik dan moet opstaan en daar moet gaan. Jesus commanded him to be called. Call him here. And they call the blind man. See now, the people who were stopping you say, hey! They use rumor, use assumption, use gossip, use their lies, everything about you, and you almost forget your destiny because of the things they are doing. They said many, not one, many, many. Some of Christians, listen, many, many, many want to stop. Many, many. But Jesus heard. Maar I say, bring it. And the same people say, Master is coming, you come. And the same people say, oh, you have the one, you hear my voice, I'm Joseph. The same people are the one taking you now. Because they know that your day of remembrance has come. Amen. Your day of celebration has come. Amen. Your day of testimony has come. Amen. Because when you meet the Lord, your life will be changed. Amen. The blind man saying unto him, be of good comfort. Look at the language he has changed now. They didn't say sure of the same. Be of good comfort. Relax. Take it easy. Clear the road, he's coming, please. Don't worry, nobody step on you. He called thee. Touch your neighbor, say, God is calling you. God is calling you. Give me the next verse, please. And he to call you is not a problem, but if you are going, the way you go matters. Om jou uit te roepen uit de menigte is niet het probleem, maar hoe je dan aankomt, dat maakt. Yesterday he was calling us, but the way we go is very important. De manier hoe je dan gaat, dat is heel belangrijk. Read the Bible now. Lees de Bijbel. I didn't write it. Ik heb het niet geschreven. And he casting away his garments. That word will come preach for one man. He did not go with his old self. Hij ging dan niet met zijn oude ik. He did not go with his attitudes. Met zijn houding. He did not go as a blind person. Hij ging dan niet als de blinde. That identity of a blind person. De identiteit van de blinde. That identity of a beggar. De identiteit van een bedelaar. That identity of nobody. De identiteit van niemand. Once God calls you. Als God jou roept. And you step out. En je stapt uit. You need to throw away the old you. Dan moet je dan de oude ik dan. That's the past. Dat is aan de verleden tijd. Because you cannot receive fully when you are still you. Want je kan dan niet ontvangen als je dan in je oude ik blijft. That's why sometimes when I pray for people, they get knocked out. Daarom als ik dan voor mensen bidden, dat ze dan soms uitgeschakeld worden. They are knocked out. Do you know why? Weet je waarom? God give them anesthesia. Want God die geeft dan anesthesie. Because what he want to remove. Want wat hij dan wil weghalen. If you are not unconscious. Als je dan niet
Narcos. You will protest. That's why you protest. You will say, hey, God, don't remove that one. That is what they used to know me for. You remove my pride. No, 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 no. So to enable to do thorough operation and knock you out. Just up down your plates there. Yeah. 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 And you can even see some people, they are fighting not to be knocked out. And you see them and the men. They want to retain the ground. That's it on there. No. When he knocks you out, he will do oppression. When you get up, you are different. Amen. Some people cannot be knocked out. Yeah, so it's true. Because they already removed the jacket. Amen. Huh? You can go to God and you are wearing your jacket. You cannot put two hands and not stage your mantle. So if God wants to bless me, he should bless me the way I am. It's a dangerous prayer. You are telling God you are not God, I'm God. Je zegt dan tegen God, u bent God niet, maar ik ben God. Say God bless me the way you want to bless me. Amen. Anything you need to remove, remove it. Jij wil zegenen, alles wat je weg moet halen. The blind man knew. De blinde man die wist. That if he goes with his smelling garments. Als hij dan zijn stinkende mantel zou meenemen. Before God. Voor God. You'll get nothing. Dan zou hij niks ontvangen. So he cast it away. Dus hij heeft het dan achter zich gelaten. You know the meaning of casting. Weet je dan de He did not remove it gently, he cast. That means, I don't need you again. Forever and ever. Voor altijd laat ik jou achter mij. And rose. He got up like a king and walked. The blind man is walking now. En de blinde man die was dan nu aan het wandelen. Read the next verse quickly. Oh, somebody say, I say no. I say no. And Jesus answered and said unto him, what will thou that I should do unto thee? Jesus said, don't you see, he cannot see. Zie je dan niet dat hij dan blind is? I love Jesus so much. Ik hou zoveel van Jezus. You see somebody who is blind. Je ziet iemand die blind is. What do you want? En dan vraag je wat wil je? I can assure Jesus so much. Ik weet zeker dat Jezus veel andere dingen But Jesus wanted to hear from him. Maar Jezus die wilde dat van hem ook van hem zelf. What do you want? Wat wil jij? I know maybe you don't have a house. Misschien heb je dan geen huis. Maybe you don't have a you don't, of course you don't have a job. Want je hebt dan geen baan. You don't have a wife. En je hebt geen vrouw. You don't have nice clothes. En je hebt geen nette kleren. You don't have shoes. Je hebt geen schoenen. Nothing. Je hebt niks. Nada. Niks. And you are blind. En je bent blind. But let's begin somewhere. Maar laten we ergens. So it doesn't look like I forced to give you something. Want ik wil dan niet overkomen alsof ik jou gedwongen heb om iets te ontvangen. What do you want me to do? Wat wil je dat ik? The man could have chosen a mansion. De man die kon ook kiezen voor een mansion. Of een car. Of een auto. So that would be a blind car owner. Dat is dan een blinde zou zijn met een auto. They can also see Jesus make me millionaire, even if I'm blind, doesn't matter. Of I'll be a blind millionaire. Maak me een miljonair, maak niet uit dat ik blind ben. You can say, Jesus make me the chief of this city. Then I'll be a blind chief. Maak mij het hoofd van deze stad. But God wants him to speak. What do you want? Maar God die wilde dat hij dan datgene zou uitspreken. Sometimes I pray for people and when I get to somebody I say, what do you want me to pray for? It's in general prayer. So the general prayer is Jesus. Wat zal ik voor je bidden? Zeg generaal. Bible is very specific. The Bible is heel specifiek. Jesus saw blind man and said, what do you want me to do? Jezus die zag die blinde man en die vroeg aan hem, wat wil je dat ik doe? If it's a woman, no, a man. So that I remain friends with women. If it's a man from my country. Als ik dan een man zou zijn vanuit mijn stad. If you say Jesus, you know this hero. I just say you get power. Huh? You don't use your hands. Zie je dat niet? Je wil een question in. Je gaat dan vragen stellen. Let's see how you answer. What will thou that I should do unto thee? The blind man said unto him, Lord, that I might receive my sight. If I can see, I will do the rest for myself. Als ik dan kan zien, dan zal ik de rest voor mezelf doen. I can go where I like, I can look for a job, I can get school, I can go to school, I can get married, I can build a house, but give me sight so that I can see. Put hand on your eyes, say, Father, Father, give me sight. Give me sight. Let me see. Let me see. Amen. Give me the last verse, 52. I think it's the last verse. Jesus said unto him, go thy way, thy faith. Oh my God. I thought it's Jesus' prayer that made him.
Josie. Thanks, Uncle. He said, go that way. Thy faith. He didn't say my prayer. He said, thy faith. Thy what? Faith. Had made thee whole. Amen. Jesus didn't say my prayer. He said, thy faith. Jesus said, thing said for my gebed, my own geloof. Your faith is very important. Amen. Your geloof is heel belangrijk. Amen. Doesn't matter who's praying for you. Your faith plays a big role. Maar dit gaat wie voor jouw bid, maar jouw geloof speelt een belangrijke rol. And immediately he received his sight. And look at the last part. And followed Jesus. Followed Jesus in the way. Many of us, when we receive our sight, we receive our blessing, we receive what God gives to us, whatever it may be, we refuse to follow him. Vele van ons, als we datgene ontvangen, de zegening ontvangen, dan weigeren we om hem te volgen. The following is what keeps it and keeps it growing. Maar het volgen van hem, dat maakt dat je datgene behoudt wat je ontvangen hebt. You can imagine. Je kan je voorstellen. The next day Bartimaeus came to town. De volgende dag dan kwam Bartimaeus daar in de stad. He went to the kapper. En die ging dan daar naar de kapper. And took the latest hairstyle. En die heeft dan de laatste stijl. And he was dressed in white. En hij was dan in wit aangekleed. And he was wearing stiletto. En his shoe was making noise. Not the shoe that doesn't make noise. My own. His shoe was making kui, kwa, kui, kwa, kwa, kum, kum, kia. So that people know he's around. So that mensen. And people we talk, is that Bartimaeus? He say yes, it's me. The son of Zebedee. Ben jij Bartimaeus in dat hij dan zegt ja? Amen. And he said, are you serious? I was blind and now I can see. En hij zei van ja, ik was zo blind, maar nu kan ik zien. My life has changed. Mijn leven is veranderd. I'm now in the light. Ik sta dan nu in het licht. And then he moves away again with style. En dan gaat hij dan weer met. And the shoe is still sounding. En de schoen blijft klinken. Kom. Come. Kom. Come. Come. He can't walk silently. Why? He has been on the highway, now he's in the city. And those who have been driving, passing without dropping a coin, and those who drop coin, he was not looking for their coin. Amen. Was not another level. Yes. Yes. Touch your neighbor, serve in another level. Amen. Your faith will bring you there. Amen. When you paint the picture of your health, of your future, and you refuse to accept no from anybody, you just hold on to God. And you do what you're supposed to do. En you don't keep silent. You don't get angry. Je wordt niet kwaad. The blind man was not offended by anybody. Mm-hmm. He was not angry. Aanstoot. He was not bitter. Hij was dan niet verbitterd. He did not have a list of friends in a secret page or in the phone. Hij had dan geen. All those who offended according to their offenses. Mm-hmm. They have recorded and I will deal with them. When they call for reconciliation, I know and tell them on the 14th of August 1928, you did this. I was not angry. In 1930, you did another one. But you must didn't have that list. Maar Timaeus had dan niet een soortgelijke lijst. He cast away the garment. Hij heeft dan de mantel achter zich gegooid. I want all of us to do like this. Ik wil dat we ons allemaal zo. Say, garment of my past. Garment of my past. I cast you away. I cast you away. It's too heavy. Het is te zwaar. You can't go far. Without garment, met die mantel, to meet Jesus, om Jezus te ontvangen, and receive from him, en van hem te ontvangen, the garment has to go. Dan moet je de mantel laten gaan. Garment has to go. Die mantel moet gaan. Because they are all strategies for the enemy to keep you in one place. Want het zijn allemaal strategieën van de vijand om jou op één plaats te houden. I always say one thing. Ik zeg altijd één ding. After you have won all the arguments. Nadat je dan alle argumentaties hebt gewonnen. And you are right in everything. En je dan je hebt gelijk. Ja, dat je gelijk hebt op alles. And you lose your relationship. En je bent dan je relatie kwijtgeraakt. With God. Met God. With your family. Met je familie. With your children. Met je kinderen. With your husband. Met je man. With your wife. Met je vrouw. With your church. Met je kerk. Which medal will you receive? Wat voor medaille ontvang je dan? The same people who said what you are doing is right, they will tell you you are a fool later. En dezelfde mensen die dan tegen jou zeiden van je hebt gelijk,
zij zullen dan later medelijden met je. Let us behave like Bartimaeus. Laten we dan net als Bartimaeus zijn. And have faith that says no. En dat geloof die nee zegt. Somebody say amen. Amen. I pray for you that from today your faith will begin to work. Amen. I activate your faith in the name of Jesus. Amen. Whatever you are believing God for, let it happen for you in the name of Jesus. Amen. Let your faith begin to speak like Bartimaeus. Amen. May your mouth never close in the name of Jesus. Amen. May you never keep quiet where you are supposed to speak. Amen. May you never be silent where you are supposed to pray. Amen. May you never give wrong answer at the time you are supposed to give good Amen. Answer. May human influences never stop you. Amen. Let your faith work for you in the name of Jesus. Amen. I activate your faith at the place of work. Amen. I command changes at your place of work. Amen. I command your health to answer to your faith. Amen. I command your children to answer to your faith. Amen. I command your family to respond to your faith. Amen. I command change in your business. Amen. I command peace in your home. Amen. Let your faith work for you. Amen. 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 Faith is always positive. Amen. As never negative. En nooit negatief. Faith does not threaten people. Geloof bedreigt mensen. Faith does not create fear in the home. Die brengt It creates love. Het brengt liefde. Faith worketh by love. Amen. By love. Prophecy worketh by love. Prophecy. Any prophecy that frightens you is not from God. Elke profetie die jou dan angst geeft, dat komt niet van God. Faith. Geloof. Is the currency of Christus. Dat is dan de munteenheid van Christen. Begin to buy with it. Begin daarmee te kopen. In Jesus' name. Yeah. And the people say.